schudt de schouder weer naar binnen. Ja, toch weer die losse aan die binnenkant gaan zoeken. Ja, eenvoudig. Wachten, wachten. Ja. Zo, ontspannen. Ja, en van daaruit naar eraf. Als ze dan los, dan doorrijden. Ja, dat is iedere keer voel dat ze ontspant, dat je vertrekt. En dat je niet vertrekt als er spanning komt. Ja, goed. Ja, hier toch af en toe een klein beetje beendrap in bijkrijgen. Goed. En rijd dan zomaar een keer door naar galop toch. Ja, omdat ze galop nog altijd iets makkelijker loskomt. Nee, opnieuw, opnieuw. Dat was weer zo te plots, hè. Rustig weer naar draf. Stel door, pak maar door. Ja, pak maar door, ja, voilà. Ja. Als er dan een keer tegenkomt, niet benauwd zijn om een keer door te pakken. Gewoon zeggen van, kijk, ja, en van daaruit met ietsje meer stelling, gewoon rustig weer naar galop. Stelling, stelling, schouder naar binnen. Ja, schouder naar binnen. Hier ook, meer de voorhand naar binnen zetten. Een beetje doen wachten, nu voelt dat ze wacht, een klein beetje weer doorlaten. Ja. Ja. Zo een keer een stukje rechtdoor en denk aan die schouder voor. Ja, probeer die schouder naar binnen te sturen en toch weer te ontspannen. Totdat je echt met twee handen rustig kunt meegalopperen en dat ze toch mooi recht blijft. Ja, af en toe een klein beetje met uw been, hè, en proberen correct te blijven in uw zit. Ja, rustig die maat aangeven, die wachtende zit, maar die toch vooruit blijft denken. Ja, goed. En dan weer een keer cirkel. En dan een klein beetje de cirkel verkleinen. Niet te veel, zo'n meter of twee. Naar binnen komen. Dat je gewoon iedere keer nog meer die schouder naar binnen kunt zetten. Ja, maar doe ze dan. Ja, vraag maar door daar. Ja, vraag maar door. Ja. Nu kun je een keer doorpakken. Kun je zeggen, hé, ik heb de bovenhand. Ja. Totdat je echt voelt van, oké, ze lost en dan moet je extra geven. Ja. En in dat geven, als ze dan weer fout maken, dan moet je weer herhalen. Het is door die herhaling, dat ze iedere keer gaan weten wat hij bedoelt, wat hij vraagt. Ja. Goed. Ja. Goed, schouder weer een beetje naar binnen en dan weer een keer een stukje rechtdoor. Nee, halopeer, halopeer. Ja, dat is nog niet los genoeg in die schouder. Nog in dat lijf nog ietsje meer doorkomen. Ja. Dat je echt gevoel hebt dat je rechtdoor rijdt als je te rijden recht loopt. Dat ze niet altijd wil die achterhand naar binnen brengen, niet altijd die rug wil ontlasten. Ja, maar dat ze gewoon rechtdoor loopt. Goed. Naar binnen schouder, daar komt die achterhand weer naar binnen. Ja. Ja, dat is weer beter. Goed. En dan weer. Ja, en dan weer cirkel. Ja, als je niks doet, dan zet ze weer scheef. Ja, nou weer de cirkel een beetje verkleinen. Alief? Ja, dan moet je opzij sturen, dan moet je zeggen, hey, meekomen. Ja, en dan ga je van daaruit weer rustig naar draf. Ja, vertragen in je zit, rustig gaan stilzitten. Oh, doe maar, het is hetzelfde. Ja. Dat is niets, dat is niets, dat is niets. Binnen, binnen.
Nee. Klein beetje stap. Ja, klein beetje stap weer. Ja, ja. Ja, nee, nee. Stap maar een keer rustig rechtdoor. Hè. Weer lang houden, weer lang houden. Ja, ja. En dan draaf je zomaar weer rustig aan. Weer rustig naar draf. En dan rij je op de lange zijde maar weer een keer rustig schouder binnenwaarts. Maar nog niet direct die rechtergalop doen, maar eerst nu weer wat oefeningen die een draf. Als ze daar weer een beetje wacht, weer een beetje zijwaarts komt in dat lijf. Ja, doorlaten. Schouder naar binnen sturen. Meer voorhand naar binnen. Doe maar nog een keer, doe het rustig op de binnenhoefslag. Ja. Dan is het iets makkelijker. Dan kun je de achterhand een beetje naar buiten drijven. De voorhand rustig rechtdoor houden. Ja, goed. Rechtdoor rijden, rechtdoor rijden. Ja. Ja, als je dan die schouder naar binnen zet, mag ze niet blijven naar binnen komen. Ja, dan kun je die voorhand naar binnen zetten. En daar je lijn houden en daar rustig voort doen. Ja. Hoit. Hoit. Lange benen houden. Ja. Nog één keer. Ja, durf voldoende die schouder naar binnen zetten. Ja. Zo, achterhand naar buiten drijven, hoort. Fijn los in de twee teugels. Ja, een beetje takt, hoort. Ja, is niks, hoort, van hand. Ja, van hand. Ja, hop, stel maar een keer door. Ja, maar dan moet je doorpakken, hè. Moet je zeggen, hey, kom. Ja. Draaf dan maar rustig weer aan. Ja, is goed. Rustig die cadans. Ja. Af en toe daar toch links een beetje kunnen doorlaten, hè, dat je een beetje makkelijker rechts kunt die stelling vragen. En rijd dan ook maar een keer die schouder binnenwaarts. Hè? Ja, zelf stilzitten, zelf stilzitten. Ja, lange benen rustig in je hand. Ja, gewoon rustig cadans kunnen houden. Oh, rustig ritme in je zit, soepel in je armen, eenvoudig de schouder naar binnen zetten en gewoon voort doen. Ja, goed. Goed, niet te veel hier, niet te veel. Ja, dat is goed, gewoon zo voort doen. Ja, gewoon zo voort doen. Goed, nog een keer. Hier mooi de schouder binnen. Hier komt de schouder makkelijker naar binnen omdat ze minder implooit. Ja, hoi. Hoi. Rustig rechtdoor. Probeer daar. Ja, een beetje stelling achter de kaak en dan weer zachter te worden. Ja, dat ze meer kan doorlopen. Dat is goed. Je moet niet sneller. Zo meer dat gevoel dat ze door kan. Ja, dus even die schouder zetten. Zo. Hoi. En dan cirkelen en dan een keer rustig door naar galop. Niet loslaten. Daar gewoon ondersteunen. Doe dan een keer opnieuw. Dat is niks. Hè? Zij die klein beetje er tegen kwam. En jij ja, liet al te veel los. Verloor een beetje je zit. Ging een beetje voorover gaan leunen.
Rustig weer naar draf, schouderstelling naar binnen. Zit gewoon wat moeilijk voor rechts in die buiging te komen. Hè? Ja, stelling rechts, stelling rechts. Daar nog meer durven in die buiging zetten voordat je aanspringt. Gewoon dat ze ja, niet kantje boord van haar gevelijk loopt, maar eigenlijk door. Nee, nee, nee. Ze zit hier gewoon wat moeilijker. Hè? Ja. Ja, ze moet wachten. Ze moet terug. Zo. Ze moet wachten totdat jij het gevoel hebt dat ze wachten dat jij weer tot rijden kunt komen. Ja. Nog een klein beetje je trendsteugel korter pakken. Dat de stang iets zachter wordt, dat je iets meer op die trends kunt doorpakken. Ja, een beetje zachter op de stang. Zacht, zachter op de stang, ja. Zachter. Nee, ja, de trendsteugel korter pakken. De stang zachter. De bolleke steugel korter, ja. De gladde teugel nog meer doorlaten. Ja, zitten, 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 zitten. Ja. Ja, hoi. Ja, is goed. Neem zomaar rustig hun tijd. Voilà. Dat is ze zelf nadenken. We zitten gewoon moeilijker rechts. En dan moeten wij gewoon stiller en correcter gaan zijn. Dat ze zij meer kan nadenken wat dat er eigenlijk gevraagd wordt. Dat ze voelt dat het niet moeilijk is. Ja. Mooi. Totdat je weer, voilà, daar. Tot geven kunt komen. Dat ze toch wacht bij u. En dat je dan vanuit die lengte toch weer nog een keer gemakkelijk die schouder kunt vragen. En die stelling kunt vragen. Dat niet is van klaat u door en uit dan weer opnieuw een keer wil die stelling vragen, dat direct weer paniek is. Nee, ze moet er heel gemakkelijk laten bewerken. Er heel gemakkelijk laten rijden. Zo. Want uiteindelijk is dat niks moeilijks dat we nu vragen. Is gewoon ontspannen op een cirkel galopperen. Met een beetje stelling, buiging naar binnen. Ja. En dan zo weer een keer rechtdoor op die binnenhoefslag. Soepel in uw armen blijven, schouder rustig naar binnen houden. Mooi hetzelfde ritme blijven galopperen. Nog ietsje meer voorhand naar binnen. Ja, een klein beetje ritme. Zo. Mooi. Beetje voorhand naar binnen. Ja, nog ietsje meer. Nog ietsje meer voorhand. Je loopt nog net iets te schuin. Denk aan uw schouder binnenwaarts. Drijf een beetje de achterhand naar buiten. Ja, dat is beter. Hoi, hoi. Ja, drijf de achterhand naar buiten. Durf stelling vragen. Voilà, zo. Ja, ja, daar is het moeilijk. Ja, ja, daar komt ze rechter en krijgt ze het lastig in haar rug. En weer cirkel. Hoi. En dan zo weer rustig naar draf. Stelling, stelling. Ja, stelling. Hoi, hoi, kadans. Rustig, rustig. Ja, toch uw hand voor je houden. Ja, vanuit uw lichttrein of vanuit uw zit. Ze mooi doen wachten. Ja. Dat we ze niet korter moeten trekken. Zo. Dat we zelfs een klein beetje ons been kunnen. En dat je ze gewoon een beetje doet wachten door een beetje stelling. Voilà, dat is goed die lengte. Zo. Beetje schouder naar binnen. Let erop dat je rechtdoor rijdt. Daar brengt ze weer lichtjes die in de achterhand naar binnen. Ja. Ja, goed. Rustig omstellen. Beetje wachten hier weer. Klein beetje been. Klein beetje been. Ja. Nee, dat ze in die lengte nu niet hangerig wordt. Stelling, 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 stelling. Ja, ja. Goed. Ja, nog een beetje stelling. Ja. Als je net voelt, voilà, dat ze net dat beetje in die lengte toch nog afbuigt, toch nog afknikt.